De geruchten over een mogelijk faillissement van voetbalclub NAC gaan als een lopend vuurtje. Donderdagavond denkt voorzitter Ed Busselaar van NAC meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van de club. Er is een plan van aanpak gereed wat met stakeholders en financiers besproken wordt. Vervolgens wordt het personeel ingelicht en het besluit van Busselaar komt donderdagavond op de website van NAC te staan.